Ik ben Jan Verhoijzen uit Someren. Naast vleeskuikenhouder ben ik binnen ZLTO regionaal voorzitter en binnen LTO landelijk voorzitter vleeskuikens. Vanuit die positie vind ik het mijn taak om agrariërs die niet verzekerd waren tegen de wateroverlast van afgelopen juni en de ijsstorm van 23 juni jongstleden schadeloos gesteld zien te krijgen. Een natuurramp, CQ calamiteit als deze, laat zich niet door allerlei regels leiden. Brabant heeft de mond vol over het mainport willen zijn aangaande de agro- en foodsector. Helaas moet ik constateren dat ook in Brabant de woorden steeds mooier worden, maar de daden steeds minder. Onze democratie is over de top heen. De inwoners herkennen zich steeds minder in de politiek en er zullen steeds meer proteststemmen komen, is mijn verwachting. Wat zou het mooi zijn, provincie Brabant, als u nu eens in 2017 krachtige daden liet zien door middel van het schadeloos stellen van de gedupeerden, waarvoor sommige verzekeringsmaatschappijen niet de verantwoordelijkheid willen nemen. Dat is een eerste aanzet om het beschadigde vertrouwen van uw inwoners weer terug te winnen. Aan u de uitdaging.